Ik heet u van harte welkom bij het jaar 2007 van Max Havelaar. Max Havelaar is het keurmerk voor Fairtrade. U vindt ons keurmerk op een brede range producten. Koffie en bananen, die u waarschijnlijk wel kent. Maar ook op thee, chocola, hagelslag, wijn, een aantal katoenproducten en sinds vorig jaar zelfs op ijs. Wat hebben al die heel verschillende producten nou met elkaar gemeen? U kunt er zeker van zijn dat die producten zijn verbouwd met heel veel zorg en respect voor de omgeving en voor de mensen die eraan hebben gewerkt. En dat de boeren in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs hebben gekregen waarmee ze zelf hun toekomst in handen kunnen nemen. In 2007 was een heel goed jaar voor Stichting Max Havelaar. Het volume van de verkochte producten onder ons keurmerk nam toe met 26% ten opzichte van 2006. Oude klassiekers zoals de bananen groeiden met 29%, maar ook nieuwe producten zoals wijn deden het erg goed. In 2007 hebben we voor het eerst de Fairtrade Week georganiseerd. Zo'n driekwart van de Nederlanders kent Max Havelaar, vindt het belangrijk dat het bestaat en heeft grote sympathie ervoor. En toch zijn er nog maar weinig mensen die die producten met het keurmerk ook daadwerkelijk kopen. Waarom? Ze denken er gewoon niet aan in de supermarkt of ze zien de producten niet. Om die reden hebben we de Fairtrade Week georganiseerd. De producten moesten eens goed in het zonnetje komen te staan om het de mensen makkelijk te maken. En dat heeft gewerkt. Zo'n 3000 supermarkten en andere winkels deden promoties met producten met ons keurmerk of ze boden hun klanten een gratis kopje koffie aan. Klanten wisten de producten te vinden en hebben aankopen gedaan. Zo'n 5 keer meer dan het jaar daarvoor. En voor de boeren? Die hebben in 1 week meer dan 1 miljoen euro omgezet. Die omzet is belangrijk, want juist die geeft boeren en hun coöperaties de gelegenheid om duurzaam te werken en te investeren in hun eigen toekomst. Zo is er aandacht voor mens en milieu. Er wordt op een democratische manier gewerkt binnen de coöperatie. Maar ook is er aandacht voor arbeidsrechten van medewerkers. Nu heeft u waarschijnlijk gehoord dat de prijzen voor heel veel producten op de wereldmarkt op dit moment hoog zijn. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat boeren, ook voor producten die ze niet onder Fairtrade voorwaarden kunnen verkopen, een goede prijs krijgen. Maar toch blijft Fairtrade belangrijk. Want juist bij Fairtrade weten boeren dat ze volgend jaar ook weer een goed inkomen zullen hebben. En Fairtrade is meer dan dat. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt in coöperaties. Coöperaties geven slagkracht en efficiëntie aan een grote groep van kleine boeren. De bedoeling van Fairtrade is dus dat boeren zelf het heft in handen nemen. En dat gebeurt ook. Daar zijn prachtige voorbeelden van. Zo zijn Latijns-Amerikaanse koffieboeren mede-eigenaar van een hele reeks koffieshops in Engeland en de Verenigde Staten. In Nederland zijn fruitboeren mede-eigenaar van een van de grootste fruitimporteurs in Nederland. In Ecuador hebben boeren zelf een bananeninpakstation opgezet, wat ervoor zorgt dat zij meer van de waarde kunnen houden dan wanneer ze alleen de bananen verkopen. Een van de verrassendste voorbeelden vond ik zelf in Tanzania, waar een koffieboer mij vertelde dat hij dankzij Fairtrade minder koffie was gaan verbouwen. Door de betere inkomsten had hij kunnen investeren in kwaliteit en in diversificatie. Wat betekent dat hij naast koffie ook andere producten ging verbouwen, zodat hij minder afhankelijk was van de inkomsten van uitsluitend koffie. 2008 wordt weer een belangrijk en hopelijk een mooi jaar voor Max Havelaar. Dit jaar komen we voor het eerst met een niet-voedingsproduct onder ons keurmerk, katoen. En in de eerste week van november zullen we opnieuw een Fairtrade Week organiseren, die hopelijk nog groter is dan het afgelopen jaar. En ik hoop ook weer op u te kunnen rekenen. Want door producten met het Max Havelaar keurmerk te kopen, levert u een hele simpele, maar heel belangrijke bijdrage aan empowerment van kleine boeren in ontwikkelingslanden.